Kijk uit voor die andere ramp toeristenauto die er voorbij scheurt. Zie je een van hem. Jolie mensen van Ditch Gaming en leuk dat je weer kijkt naar Satisfactory. Ik ben weer vandaag gezellig vergezeld met de enige echte John. Yo John. En we zijn erachter gekomen, lieve mensen, van waarom John een probleem heeft elke keer met de game. Als ik in een van de truck of de vrachtwagen, ja, de tractor of de vrachtwagen stap, dan gaat John's game een beetje raar doen, dan ziet hij mij weer niet. Ik vind het wel knap dat hij kan blijven rijden en ik mag niet rijden. Ik weet trouwens niet meer, hoor. Want je hebt de kwaliteit net. Nee, ik had de server naar high gezet. Ja, want eerst op ultra stond, zeg je. Ja. Nou, maakt niet uit. We hebben het alternatief receptuur. En ik zit even te kijken van wat we kunnen gaan doen. Want we kunnen het alternatief receptuur nemen voor steel ingots. Dan kost het ons 3 iron ingots en 6 coal. Of we gebruiken een alternatief receptuur voor de blueprint Catrum wire. Dat is... Even kijken, daar hebben we alleen 1 ingot voor nodig. En er staat een afbeelding van normale koperen wire. Maar oké. Of we nemen een alternatief blueprint voor rubber cable. Wat denk jij, wat wijs is John? Geen idee. Ik ga we gaan voor de steel ingots. Dan laat ik meteen even een nieuwe hard drive meteen even in. Of ik doe even iets anders. Nou, we doen even, ik klik er even iets anders in. Ik moet de rubies moet ik even in kwijt. Kwart mag ik erin kwijt. Heat sink hebben we ook nog, dat heeft nog geen afbeelding. Maar wat zullen we gaan doen, John? Zullen we op iets voor proberen avontuur te gaan, of... Ik zou zeggen, stap in de vrachtwagen. Nou, maar dan ga je werken. Ik juist niet, want net stond het op ultra toen ik probeerde. En toen kon ik zelf ook niet rijden, want het stond gewoon vast. Ja, oké, ik wil het best gaan proberen, maar het is wel op jouw verantwoordelijkheid. Ik moet even de kist neerzetten, want ik heb best wel wat troep. Als het wel lukt, dan wil ik wel meteen wat dingen gaan doen, dus. Dit heb ik niet nodig, dat heb ik niet nodig, heb ik niet nodig, heb ik niet nodig, heb ik niet nodig. Alles heb ik deels in de vrachtwagen nog zitten. Had ik mijn slakkenscanner wel bij me. Slakkenscanner heb ik ook. Ah, ik moet even nog wat oors uithalen die ik verzameld heb en alles. Ja, doe eens rustig. Trek te maken. En dan grijp aan. Nou zit ik onder de vrachtwagen. Bedankt hè, John. Kan je meteen sleutelen. Ja. En? Zie je me wegrijden of niet? Ja. Oké. Oh. Wat? Ja, ik ga weer naar beneden. Oh. Is het blijven met de stijl ook. Doe jij nou? Ik heb helemaal niks. Ik heb hier aan de vrachtwagen begonnen opeens een dingetje te maken. Klopt. Waar zullen we naartoe gaan? We kunnen even richting de kool gaan, want daar heb ik net een alternatief receptuur voor geunlocked, maar die heb ik nog niet geactiveerd, dus dat werkt nog niet. Moet ik even denk nog in de hub activeren natuurlijk, want ja. Even naar de hub toe. Wat heb ik daarvoor nodig? Alternatief steel ingots. Dan heb ik iron ore voor nodig en 100 coal. Dat is vervelend. Jij hebt zeker geen coal bij, of wel? Nee. Of hebben we dat nog bij de hub liggen? Ik
Ik heb wel heel veel steel spullen. Ja, nee, daar heb ik niks aan. Ik heb kool nodig. Dat zijn de juiste items die we niet bij ons hebben, zeker. Nee, want we hebben hier geen koolproductie lopen. Wauw, ik heb zo'n starters bij me, wat? Steders? Steders. Ja, roters. En schroeven. Ja, dat kan je altijd bijhouden. Die kan je wel best wel, dat kan je nog best wel bijhouden. Nee, de vrachtwagen zit vol met troep. De vrachtwagen die hoort het. De tractor zit helemaal vol. Ja, dat klopt. De vrachtwagen die hoort vol te zitten, want dat is juist waar ik deels mee op verkenning ga. De tractor van mij heb ik het over. Nee, hij vliegt niet weg. Nou, ik denk als jij dus eerst instapt in zo'n voertuig, dat het voor jou dan niet uitmaakt als ik er daarna instap. Oké. Okay. We gaan even naar de kool toe. Daarna gaan we gewoon een kant op en dan mag jij een kant kiezen waar we op gaan. Dat alternatieve receptuur erin knallen. Nou, dat kan niet natuurlijk. Shit. Ik kan het alternatieve receptuur erin doen, want er waren ingots en niet ores. Dat wordt dan een ding voor later, maar als ik het zo zie, dan kunnen we dat wel gaan doen. Een keer. Even kijken, wat hoe zo snel krijgen we nu 2 per keer? Oeh, dat maakt het wel interessant, Jon. Als we het andere nieuwe receptuur gaan doen, in plaats van dat we er dan 3 krijgen, worden het er 6. Oh. Met dat nieuwe receptuur dan. Dat maakt het wel een stuk interessanter, of niet? Zekers. Ja, we hebben staal toch wel degelijk een heel erg overflow, dus ja. Maar John, waar wil jij heen? Ik zou niet daar langs rijden, want dan word je beladen door staal. Wat je net hebt gedaan. Echt? Ja, Anna. Blijf even staan. Ja, maar er is helemaal geen ruimte in mijn vooruitrap. Jawel, je had 3 slots. Oh, waarom krijg ik die 3 lege slots niet te zien? Je hebt 3 lege slots erin zitten. Ja. Auw. Oké, die had ik net nog niet, maar goed. Dan heeft dat ding het zeker opgeraapt. Nee, ze zijn net gevuld geweest omdat je langs de truckstop reed. Ja, maar ik had echt geen 3 plekken vrij. Oké, okay, maar waar wil je heen? Weet ik niet. Ja, ik ook niet. Doordat het niet zo te vliegen, vliegt dit ding weg, hè? Laat anders even naar die... onze andere locatie gaan waar we die andere dingen doen. En laten we daar even kijken. Vanuit daar kies jij gewoon de locatie waar we heen gaan. Kijk uit voor die andere ramptoeristenauto die er voorbij scheurt. Die op een of andere manier altijd raar doet. Zag je hoe die raar die bocht neemt? Hij wou jou gewoon rampen. Nou, maar kijk wat hij deed. Je zag wat hij deed. Je zag hoe hij stuurde op jou af. Ja, maar hij pakt deze bocht. Hij spint helemaal deze kant op. Daarna draait hij helemaal zo om. Dan draait hij nog een keer om en dan vervolgt hij zijn route. Maar als je dan naar de blauwe lijnen kijkt, er zit geen hele slip gebeuren in. Of dat hij zich helemaal 360 graden ronddraait. Je zag hoe hij reed. Ja, komt omdat jij de weg reed, dus hij dacht ik beuk jou even. Nee, maar dat zat ik nog steeds niet. Tot de dag van vandaag toe nog niet waarom dat flikt. Dat vat ik nog steeds niet, maar het kan aan mij liggen. Hadden we deze al opengemaakt? Volgens mij wel. Nee, deze hadden we nog niet opengemaakt. Volgens mij wel, hè. Diegene in het water? Volgens mij niet. Hé, hey, je vrachtwagen komt uit de lucht vallen. Lekker laten vallen dan.
Needs repairs. Hij heeft 20 stroom nodig en steel beams. Als jij even zo'n biomass burner neerzet en dan even verbindt ermee, dan pak even die steel beams. Alle onderdelen zitten in de vrachtwagen. Oh, ik heb wel heel veel steel dingen in mijn tractor zitten. Ja, ik heb steel beams nodig. Als jij gewoon even zo'n biomass burn even aan, kan ik het voor me dan. Dan hebben we dit ding zo open. Wat? Een biomass? Ja. Heb even... Eentje genoeg? Ja, eentje is genoeg. Heb je maar 20 wattage nodig. Hij moet ook nog gevuld worden, John. Willy, ik heb... Dan mag je hem ook even van die afstand gaan verbinden voor me. Hoezo? En ik kan hem niet eens gebruiken omdat hij onder water staat. Ik dacht, dat werkt wel. Maar je mag hem zo wel even gaan verbinden voor me. En even aanknikkeren. Ik dacht dat het wel kan, want hij zegt dat hij gewoon geplaatst komt. Ja, maar het een beetje logisch nadenken, hè. Dat ding, de stroom. En stroom en water gaan niet echt helemaal perfect. Ach joh, jij bent tijdens dus niet water staat. Ja, op een metalen container nog. En is hij open? Ja, hij is open. Je kan hem weer slopen. En wat zit erin? Shit. Hoe heet zo'n ding? Zo'n hard drive hier. Ja, op dat gebied vind ik het best wel lekker, dit zo werken. Ik moet hem even bijtanken. Okay. Ik vind het dit best wel leuk. We rijden net een soort van konvooi. Zwaar een lompvoertuig wat sneller is dan een tractor, gaat sneller. Nou, eigenlijk heet dat ding waar jij op rijdt eigenlijk anders dan een tractor. Want developers noemen het eigenlijk een sugar cube. Sugar? Ja. Suikerkubus. Ja. Of, nou, heel simpel gezegd, een suikerklontje. Dat kubus is, kubus is eigenlijk een vierkant, maar oké, suikervierkant vind ik een beetje stom klinken. Dan kan je beter suikerklontje noemen. Ja, John, vanaf hier ga jij zeggen waar we heen gaan. Ik volg je. Zo, we zijn toch al best wel overal geweest? Nou, we hebben nog niet eens de hele map verkend, hè? Nee? Ja. Nee, we hebben hem wel verkend, deels, maar... Die foto die ik heb gestuurd, die map is gewoon groot. Dus ik ga jou gewoon volgen. Laat die walvis, vlieg, giraf ding gewoon met rust. Hij staat weer op zijn twee pootjes. 3, 4. Hey, opeens gaat mijn tractortje wel heel snel. Ja, je gaat bergafwaarts, maat. Ja, mijn suikerklontje die glijdt zo naar beneden, hoor. Ja, ik rijd bijna 100, dus ik hou je in. Kijk uit, voor mij lag daar wel gras voor je. Dus je moet rechts aanhouden, dan rijden we voor mij deels voorbij. Nope. Niet? Nee, het is helemaal compleet. Ja, waar je nu ook heen rijdt, dat zit ook. En er zit een afgrond. Oh, een hele diepe afgrond ook nog. Ja, endgame afgrond. Maar je ziet nu wel die gifwolk of niet? Ja. Oké, vreemd. Maar ik denk als we er met volle vaart doorheen rijden, dan halen we het wel als je helft goed is.
Maar het is compleet vol. Nou, ik mis er drie, maar oké. YOLO! Wat? Blojo? Oké, okay. Ik heb het gehaald. Kom op, beetje suikerklont. Je hebt toch nog genoeg fuel bij je? Ja, ik heb nog 2 jerrycans van 100%. En anders gaan we op kool rijden. Nou, lead away, mate. Ik heb nog maar 14 aan me. Nou, jij gaat gewoon voorop en jij leidt er weg. We gaan dan denk ik alleen waarschijnlijk ben jij veel sneller daarboven. Doe je? Ik volg jou gewoon. Ik ga me wel aanpassen op jou hoor. Ik snap nog steeds niet wat die balletjes zijn. Ik weet het ook niet, maar in de experimental version kan je het wel flat verwijderen. Oh. Gewoon wat TNT erop doen. Ik rij 16 km per uur. Ik rij 25, 26. Maar dat is toch stom? Ik zou toch zeggen dat zo'n ding waar jij op rijdt sneller moet gaan? Je hebt 6 wielen, je hebt 2 meer. Ja, oké. Okay. En ik heb ook 2 meer stuurwielen erbij, maar oké. Okay. Bij elk kutboompje wat ik raak, dan sta ik wel meteen stil. Ik zie jou echt volle vaart naar achteruit, volle vaart naar voren. Oh ja, we kunnen trouwens ook olie krijgen uit die planten, hè? Ja. Dit zijn bijvoorbeeld die planten, hè? Waar ik het over had toen. Ja, en ik vind hier een stukje kool. Lijkt net... Even serieus. John, kom even hier. Als je hier komt staan. Als je dit ziet, dit stukje kool. Waar moet het jou als eerste aan denken? Een drolletje. Precies! Daar dacht ik dus ook al van. Dit is gewoon een olifantendrol wat hier ligt. Is het ook. Cool, ik zit gewoon poep te hakken voor onze vrachtwagens. Of vervoersmiddelen. Ja, maar als jij olie nodig hebt, moet je het even hier ook deels van halen. Rij hem nou niet weer vast. Nou, maar olie kan je niet meteen ingooien. Nope. Ja. Auw. Wat? Dit zijn gewoon takken in het water. Oh nee, daar ligt dan een groene bal in het water. Mercury Cube. Ja. Game Crest, serieus. Is dat nog steeds niet gefixt? En je rijdt door. Je hele tractor blijft doorrijden. Elke keer dat. Oh, ja. Hoe verder van de middenstuk af, ja, hoe vaker je crasht gewoon. Ik snap niet waarom. Ja, wat de developers ook hebben gezegd. De map is niet volledig polished nog, dus... Dus eigenlijk is het helemaal niet zo verstandig dat ik op half uur ga. Blijkbaar, maar... Want uiteindelijk, dan ga ik joinen. Ja, maar het is ook zo saai om elke keer gewoon bij de basis zelf te blijven. Nee, ik sta tegen een steen aan. En mijn poppetje heeft geen hoofd. En de benzine is op. Nee, de benzine heb ik eruit gehaald, anders bleef je doorrijden. Want, ja, dat doe ik expres soms, want als je gewoon uitstapt, dan blijft de consumptie gewoon doorgaan. Ja, ik moet zeggen, dit bos is wel super chill. Wat die paarse. Mm-hmm. Is het zo diep hier in het midden? Ja, je kan erin zwemmen, maar... Bloep. Pak de bal. Oké. Okay. Nou, hij praat er niet tegen je. Nee. Ja. Maar oké, okay, we gaan dus niet super gek ver, maar we gaan gewoon even... We gaan dat bosje in. We gaan het bos van Narnia of Alice in Wonderland in. Ook dan zou jij best wel snel vast kunnen komen hier. Ik heb een kettingzaag bij me, dus. Auw. Kijk uit voor de gifplanten staan er ook nog. Waar? Ja, ik zag even die planten omhoog komen, die omhoog gaan planten. Hé, hey, ik zie een slak. Pak hem.
Staat er echt geen verband bij? Of, Nee, alleen de monster. Oké. Okay. Zodat je die drie ballen schiet en dan... Ga weg! Duivels demon. Joep. Maar jij rijdt sowieso gedeeld al die planten al voor me weg, dus dat scheelt. Ja, hier links hebben we gas. Ja. Ah, je rijdt een beacon plantstuk. Oh, wat is dat? Goddammit. Dat zijn spinnen. En waar kan die opeens vandaan? Weet ik veel. Deze game mode, dit spel heb ook een zo'n ding daarvoor dat je die monsters uit kan zetten en dan worden het katten. Ja, ik zweer het je. Sommige mensen hebben hoe heet dat gebeuren? Het zat in mijn game instellingen overigens. Remco. Ja. Dit plekje ken ik hier nog niet. Dat klopt. Wacht even, ik zal even kijken. Hoe heet deze openingsoptie? Wat? Een soort van glas. Anoropia mode. Wat? Dit is een soort van glas waar ik op loop. Dit zijn geysers. Dat is een... Dit is een stroombron overigens. Vet, kan ik erin staan? Je staat er al in. Wat zal er gebeuren als die zo te gaan blazen? Helemaal niks. Nee? Nope. Oh, vette locatie dit, joh. Mm-hmm. Voor mij is het ook een van die locatie... van die dingen die ik zei waar ik heen wou. Maar waarom is het opeens glas eigenlijk? Dit is geen glas, het is een soort van olie-based-ish. Ja, maar omdat je er niet in kan staan... Je staat erin. Echt? Nee, niet. Vreemd. Ik zet hier wel even een beacon neer, overigens. Hey. Ah. En dat doen we, Het lijkt net een slang of wat in het water. 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 Ik noem het de waterbron, oké? Beacon. Oh ja, we moeten natuurlijk niet op, water. Ja, toch een kettingzaag bij? Ja. Oké. Ik ben bij de vrachtwagen. Wat zijn deze dingen dan? Zijn dat nou bomen of zijn het gewoon stuk stenen? Het ziet eruit als een stuk steen, maar ik kan het even proberen. Ik heb alleen niet super gek veel brandstof bij me. Ik moet even wat biomes maken. Even kijken, volgens mij zijn dit gewoon pure stenen, maar ik kan het fout hebben. Yep, het zijn gewoon stenen. Okay. Alles om me heen neem ik wel mee. Ik zie hem verbouwen. Maar weet je wat, volgens mij, als het hier beneden, ik zal even scannen. Want hier zou volgens mij, ja, hier zitten twee oliebronnen. Misschien meer. Het is helemaal blauw joh, hier. Ja, tiet. Zullen we naar beneden gaan met... Gewoon volle vaart naar beneden. Nou ja, wel voorzichtig naar beneden. Dat heb ik niet gezegd. Gewoon volgas naar voren doen. Je weet dat je daar zelf ook damage mee doet, hè? Nee. En er ligt een slak beneden, overigens. Echt? Ja. Aan de rechterhand. Oh ja. Er staan zeker van die planten omheen. Nope. Alleen monsters. Zijn die blauwe planten eigenlijk?
Geen idee. Zou het even... Ah, ik dacht, je gaat me aanrijden, dus ik ging in de rectal mode. Zou het even die blauwe planten omgaan? Ja, hoe ver zagen. Kijk wat je ervan krijgt. Mm-hmm. Kijk, voor mij zijn dat die Massilia bomen, dacht ik, maar... Ik had je brandstof even huisstel uitgewipt. Ik zag je heel langs vooruit rijden voordat je, weet ik veel, inrijdt. Oké. Okay. En dan gaan we weer door. Gele slak boven je. Ja, met een hele grote monster hier. Groot monster. Oh, die. Oh. Vrachtwagen op zijn kop, ja hoor. Oh, hi. Denk jij aan je helft van je auto? Nou ja, maar die gaat niet zo snel, man. Maar ook voor de opvanging. En daar is die gast. Kom op, kom naar buiten, ik wil een beetje spelen. En hij is kapot. Maar je vrachtwagen heeft wel mooi op zijn kop. Ja, die zal ik zo wel even omhoog wippen. Even. Oké. Okay. En dit had ik ook de vorige keer ook. Ik was gewoon op zoek naar crash sites en dan vind je slak hier, slak daar. En je bent er niet eens naar op zoek. Is dit olie dan mee of is dat kool? Ik heb geen... Dat is kool. 3 stuks zelfs. Wat? 3 stukken kool. Mhm. Kijk uit dat je niet te ver naar de rand toe gaat, want... Er is een waterval. Nee. Ja, ook. De olie ligt hier... Je moet een beetje meer naar het... noorden gaan. Jon, kan je me helpen? Wil ik dat? Ja. Dank u. Piep. Ja, ik denk dat ik geraakt ben door een van die monsters. Maar hier beneden ligt wel olie, maar dat vinden we snel genoeg terug. En ik zit een soort van vast. Dit is niet echt vrachtwagenvriendelijk terrein. Nee. Oh, het zijn zelfs 4 oors trouwens met kool. Het is gewoon een kool locatie. Ik moet mijn vrachtwagen letterlijk gewoon eroverheen douwen. Over de obstakels. Ja, mensen, ik ga hier bij de video bij beëindigen voor nu. Ja, John, ga je hem even aan, oké. Ik ga even de video hierbij beëindigen, ook vond je het leuk. Een beetje een andere video dan normaal, denk ik. Maar beloon natuurlijk even een blauw duimpje omhoog op deze video als je het nog niet hebt gedaan. Druk de abonneerknop in en de belnotificatie. En zoals altijd, keep it you, keep it Dutch. En ik zie jullie bij de volgende Satisfactory. Laters!